dit soort initiatieven bereik je ze ook echt. Hè? Dus ja, echt de wijk ingaan. De Oranje Vereniging en Inclusio hebben op de dag voor Koningsdag senioren uit Leidsewijk de Kooi verrast met een oranje gebakje. Wij proberen nu in deze moeilijke tijd alle doelgroepen soort van te bereiken door echt de wijk in te gaan. En aangezien wij echt in het huis van de buurt, daar kunnen we niet heel veel doen. Dus we proberen ze echt soort van te verwennen en blij te maken in deze moeilijke tijd. En nu delen jullie dus oranje tompoesen uit? Ja. Wat een leuk idee. Hoe zijn jullie daarop gekomen? Nou, we werden benaderd door de Oranje Vereniging. En met het idee van, zouden jullie het leuk vinden om hieraan mee te doen? En ik dacht, waarom niet? Hartstikke leuk. En zo kunnen wij onszelf ook laten zien in de wijk. En gewoon, dat is ook een beetje ons doel. Ook bestuurslid Isabel de Jager van de Oranje Vereniging Leiden heeft meegeholpen aan dit initiatief. Het is eigenlijk de eerste keer. Het is natuurlijk een andere Koningsdag dan normaal. En we proberen eigenlijk voor iedere doelgroep iets te doen. En natuurlijk ook voor de ouderen die natuurlijk ook nu door corona wat meer eenzaamheid ervaren. Willen juist ook echt aan de deur langsbrengen. Dus het is de eerste keer. En hoe reageren de ouderen erop? Ja, heel leuk. Ze zijn erg verrast. Ze vinden het natuurlijk erg leuk om een lekker gebakje te krijgen. En om even een gesprekje te maken. Dus dat is erg mooi om te zien. En de Oranje Vereniging, gaat die nog meer organiseren rondom Koningsdag? Ja, we hebben een heel live, online Koningsdagprogramma. We hebben een aantal wedstrijden, een talentenjacht, een kleurwedstrijd, een fotowedstrijd. Dus dat wordt allemaal uitgezonden. En we hebben ook een Koningsdagloterij. Dus ze hebben toch een divers programma. Nou Emiel, je hoeft je nooit meer in de toekomst af te vragen of ze jou nog eens onder valse voorwenselen op deze dag naar de kerk gaan lokken. Nee, daar hoef ik me niet meer angstig voor te maken. Had je een idee vandaag? Nee, echt niet. Nee, het is, ik kreeg ik geloof al een week of 3-4 geleden van Inge de vraag. En het klonk ook allemaal logisch. Zoveel wil jij sfeerfoto's komen maken, want we kunnen de kerk niet vol hebben. Dus Mike die maakt de statiefoto's en wil jij een sfeerreportage maken. Gewoon in opdracht van de gemeente Leiden. Ja, het klonk heel aannemelijk, vond ik. Nou, dat was nog een lekkere klus ook. 28 lintjes maar liefst. Ja, en dan ook nog helemaal verdeeld in drie rondes waren het, hè? Ja, we zijn om 9:15 begonnen vanmorgen. En ik weet niet hoe laat het is nu, 2:00. We zijn nu net een paar minuten geleden klaar. Ja, en toen was het klaar. Het was bijna klaar en toen kwam eigenlijk de grote verrassing inderdaad. Ja, want toen kwamen jouw zoon en je broer. Die zag ik nog niet. Oh, die had je nog niet door? Nee, ik stond alleen heel raar te kijken, want er stond nog één tasje. En bij mijn weten hadden we iedereen gehad. Maar ik denk, dan heb ik me vergist. Dus en toen opeens kwam alles aanlopen. Ja. Heeft u nog een beetje in het hoofd waarvoor allemaal die deze onderscheiding nou kreeg? Nou ja, voor bijna alles wat hij doet en is natuurlijk. Allereerst heel belangrijk wat hij als Leidse glibber doet. Hij heeft het positieve nieuws min of meer tot kunst verheven. En we zijn zo erg gewend dat in de krant altijd de ellende voorop staat. Hij toont altijd de blijheid van mensen, het mooie van Leiden en de positieve kant. En dat is fantastisch. Daarnaast heeft hij nog een heleboel dingen gedaan als vrijwilliger. In buurten, voor de marathon. Een popmanifestatie waar hij een aantal keren aan heeft meegewerkt. Er zijn nog een heleboel praktische dingen. In allerlei besturen heeft hij gezeten. Maar ik denk dat we hem toch vooral in ons hart hebben gesloten als Leidse glibber. Bij biodiversiteit denken we al gauw aan het uitsterven van neushoorns, tijgers, panda's. Maar ook de kleine onderkruipers zijn van belang. Insecten. Niet voor iedereen de meest aaibare dieren. 4 dagen lang gaat een team van Texan Foundation op expeditie in Leidse achtertuinen. Op zaterdagochtend heeft D66-raadslid Antje Jordan de primeur. Nee, maar ik weet dat er heel veel leuke spinnen in mijn tuin zitten, want die vind ik zelf ook interessant om te bekijken. En ik ben benieuwd of ze een paar daarvan kunnen bestemmen. En wat doe je om je tuin vriendelijker te maken voor insecten, Antje? Ik heb heel veel inheemse planten die ook een beetje vanzelf zijn komen aanwaaien. Ik ruim niet te veel op. Ik laat in de winter altijd wat planten staan, waar ook in de stengels bijvoorbeeld insecten kunnen overwinteren. Met kleine ingrepen kan je veel doen.
Gewoon 2-3 tegels eruit, laat je gewoon één plant staan, heb je een groot verschil gemaakt. Aglaya Bauma is een van de insectenkenners van Texan Foundation die in de achtertuinen vallen komt zetten om insecten te vangen. Ze bekijkt samen met Antje wat er zoal in haar tuin aanwezig is en waar de vallen het best kunnen worden ingegraven. Waar zijn jullie eigenlijk naar op zoek in deze stadsexpeditie? Ja, de kleine beestjes, de natuur waar mensen eigenlijk een beetje overheen kijken, die gewoon vlak onder onze neus leeft. Biodiversiteit in de eigen achtertuinen, Kleien. Moeten we niet wat verder weg? Je hoeft helemaal niet naar tropische regenwouden of spannende savannen. Nee hoor, gewoon vlak onder je neus is een enorme hoeveelheid wildernis te vinden die we helemaal niet zien. Gewoon omdat ze klein zijn, maar dat betekent niet dat ze er niet zijn. 75% van de hele biodiversiteit bestaat uit insecten. En dat vergeten mensen gewoon. Dus ja, juist dat hele kleine. En als je goed kijkt, dan zal je ook ontdekken dat er de meest prachtige, schattige, bizarre levensvormen tussen zitten. Hoe belangrijk is dit onderzoek naar biodiversiteit in stadstuinen? Men onderkent nu wel het belang van stadsnatuur. En dan denken mensen meestal toch aan openbaar groen, dus parkjes en zo. Maar al die achtertuintjes bij elkaar, dat zijn eigenlijk allemaal miniatuur natuurgebiedjes die samen zo'n enorme biodiversiteit moeten huisvesten. En wij zijn nu aan het onderzoeken welke soorten daar allemaal voorkomen. Niet alleen bij Antje Jordan worden er vallen geplaatst. Aan de andere kant van de wijk woont Bart Albers in een benedenwoning met tuin. En hij krijgt bezoek van onderzoeker Jeremy Miller. Miller werkt voor Naturalis en is erg geïnteresseerd in spinnen. Jeremy heeft diverse vallen geplaatst en zoekt nu verder naar spinnen die hij straks onder de microscoop gaat bekijken. Bart is er gelukkig ook niet bang voor. Wat hoop jij dat ze bij jou in de tuin gaan vinden, Bart? Ja, bijzondere soorten. Geen idee. Maar ik ben gewoon heel nieuwsgierig wat hier allemaal zit. What we caught in this backyard, we got some spiders and some beetles and some ants and some springtails. This is a philostatid. This one isn't even adult yet, so. Ja, je hebt een heel mooi beeld van de spin. Doe je iets speciaals, Bart, om je tuin insectenvriendelijk te maken? Ja, we hebben wel wat insectenhotelletjes en we proberen wel wat de bijpopulatie wat meer met bloemen en zo wel wat meer omhoog te gooien, zeg maar. Dus in zoverre zijn we daarmee bezig, ja. Leider van het onderzoek door Texan Foundation is bioloog Menno Schildhuizen, ook verbonden aan Naturalis. Wanneer kunnen we een persconferentie verwachten met de resultaten, Menno? Oh, persconferentie hadden we nog niet ingepland, eerlijk gezegd. Wat we wel hebben is aanstaande vrijdag dat we een soort Zoom-sessie hebben met alle deelnemers en alle experts, waarin we de leukste vondsten bespreken. Want we zijn inderdaad in een stuk of 8 verschillende tuinen in het Morsdistrict de biodiversiteit aan het inventariseren. Dan met name de kleine beestjes, insecten, spinnen, slakken, pissen, bedden, dat soort werk. En er zitten bijna altijd interessante soorten tussen. Dat is, dus ik denk dat we vrijdag wel meer weten, ja. Ook in coronatijd start de viering van Koningsdag traditioneel met het hijsen van de Nederlandse vlag op de Jacob Catslaan in de Lage Mors. Bewoner Klaas Griffioen startte dit initiatief 14 jaar geleden. Nou, omdat ik A, koningsgezind ben en B, omdat ik het zelf ben opgegroeid in de Provisorenwijk. En de Provisorenwijk was altijd een hilarisch en een groot feest. Daar heb ik hele goede herinneringen aan. En dat hoop ik dat het in deze wijk ook gebeurt. Voor tweede jaar op rij een sobere Koningsdag. Wat ga je er zelf nog aan doen vandaag? Nou, voor het derde jaar, want het jaar daarvoor was Henry niet aanwezig. Toen was Henry afwezig. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Dat was een waar gemis. Je had toen al corona waarschijnlijk. Wij gaan vandaag schilderen bij onze dochter. En we gaan de dag met tompoeze en oranje bitter gaan we wel doorkomen, ja. Na het hijsen van de vlag was het tijd voor oranje tompoeze. Griffioen legt uit hoe je die het beste kunt eten. De lekkerste zit altijd bovenop. Ja, dus die moet je dan even afnemen. Zo afnemen, hatsenvats. Die leg je op je schoteltje terug. Hoppa. En dan hatsenvlats. En als dit dan op is, ik mag niet meer een volle mond praten, dan pak je je flapje erbij
Want het flapje kan je niet om zijn kop doen, want er zit ook wel een slagroom op. Dan wordt het helemaal een puinhoop. En dan ga je dus het bovenstukje, want dat is het allerlekkerste natuurlijk van de tompoes. Tompoesen met mooi oud oranje. Want dat is de enige kleur in Nederland die met een A begint. Oranje. Hier in de speeltuin Noorderkwartier organiseren we voor kinderen uit Leiden-Noord, uit Noorderkwartier, Nieuw-Leiden, allerlei spelletjes. Corona-proof natuurlijk. Ze kunnen door de wijk zelf met een kaart op zoek spelletjes doen en uiteindelijk hier hun spelletjeskaart inleveren. En dan krijgen ze allemaal een ijsje. Met de speelmiddag wil het bestuur speeltuin Noorderkwartier opnieuw op de kaart zetten. Ja, deze speeltuin is echt een mooie plek in Leiden-Noord waar nog niet veel mensen van weten. We willen graag dat deze plek nog veel bekender wordt. De speeltuin is sinds kort ook open op zaterdag. En we willen hier heel veel nieuw leven brouwen, in de brouwerij brengen, activiteiten organiseren. En we hopen vandaag veel nieuwe kinderen in de speeltuin te ontmoeten. De kinderen van Nieuw-Leiden streden tegen elkaar in Oud-Hollandse spellen. Er werd gescoord in de korfbal, gereest in de zak en de blikken vlogen in het rond bij het ballengooien. Voor sommige kinderen was het een koningsdag als altijd. We zijn spulletjes aan het verkopen. Sommige komen er kinderen langs. We wouden een springkussen huren, maar dat is een beetje veel geld. Maar we hebben al best veel verkocht en we hebben ook dingen zelf gemaakt. We hebben ook dingen zelf gemaakt om te verkopen. Dus armbandjes, pompons, allemaal wat daar ligt. Nou, daar gaat hij dan, de eerste anderhalve meter in 5 maanden tijd. Ja. Stoffenhandelaar Mark Blom kon de afgelopen maanden online nog wel wat verkopen, maar is toch blij dat hij weer terug is. Financieel viel het enigszins mee. Alleen ja, je mist wel het contact van de markt, hè, waar een markt sterker is, waar mensen elkaar ontmoeten en waar het gebeurt. Financieel ging het bij hem dus wel redelijk, maar dat geldt niet voor iedereen. Pas later dit jaar zal duidelijk worden hoeveel handelaren het niet gered hebben. Landelijk weet ik het niet. Hier in Leiden zijn er wel een paar collega's die zijn er al mee gestopt. En het heeft nog een nasleep, dus nu gaan de klappen vallen van wie het vol kan houden en wie niet. Bent u blij dat hij weer open is? Ja, ik ben een van de eerste die deze kant op gaat, omdat ik het vreselijk heb gemist. Stoffen kopen en hij is een beetje mijn vaste leverancier op de markt. En ik heb het vreselijk gemist. Hoe voelt het nu voor jou? Deze eerste dag? Ja, bevrijdend. Het is heerlijk om er weer te zijn. Ik heb wat klanten alweer gesproken. En het is aan de ene kant alsof je niet weg geweest bent. En aan de andere kant is het gewoon heel lekker om weer gewoon je werk te kunnen doen. Zonnetje verschijnt. Ja, het kan niet beter, hè. Ja. Ja, mensen hadden er zin in. De halve liters en speciaal biertjes die gingen hard vandaag. Na bijna een half jaar zijn de meeste terrassen in Leiden en de regio sinds gisteren weer open. Mede dankzij het mooie weer waren de meeste buitenplaatsen snel bezet. Gasten moesten vooraf reserveren en houden 1,5 meter afstand van elkaar en van het personeel. Terrasgangers die niet uit hetzelfde gezin komen zitten met maximaal 1 andere persoon aan een tafeltje. De versoepeling valt samen met het opheffen van de avondklok en ook mag er weer gewinkeld worden zonder afspraak. Lois van Rooij is floormanager bij Eetcafé Einstein. Ze vertelt hoe ze de eerste terrasdag heeft beleefd. Heel erg leuk. We hebben echt een hele leuke dag gehad. Eigenlijk vanaf 12 uur gelijk 50 mensen op het terras. Daarna ongeveer 10 mensen in de rij gehad de hele tijd. Tweede af, tweede op. En zo zijn we eigenlijk de hele dag lekker bezig geweest. Echt een supermooie dag. Hoe heb je je voorbereid? Nou, we hebben natuurlijk heel lange tijd gehad om ons voor te bereiden. Maar de laatste week natuurlijk alles opruimen, klaarmaken, terras terugzetten. Iedereen had er natuurlijk super veel zin in. Dus we waren er eigenlijk al heel lang klaar voor. Ging het zoals je had verwacht? Ja, ging goed. Het ging eigenlijk allemaal heel soepel. Ja, beter had het niet kunnen gaan eigenlijk. En wat gebeurt er nou om 6 uur? Zijn er dan, moet je echte mensen wegsturen of begrijpt iedereen het wel? We doen om 5:30 laatste ronde en dan zeggen we al tegen mensen van laatste ronde, we gaan zo afrekenen. Om 6 uur moet het terras leeg zijn en dat ging eigenlijk hartstikke goed. En mijn collega heeft gezegd, willen jullie opstaan en iedereen ging gelijk naar huis, dus dat ging hartstikke goed. De terrasvreugde duurde slechts een dag. Niet de overheid, maar de weergoden zorgde slechts 24 uur na de heropening voor lege tafeltjes. Ja, heel jammer. Heel jammer. Ja, het wordt de komende dagen ook niet zo lekker weer volgens mij. Maar we hebben lekker parasols, heaters en mensen kunnen ook hier terecht als het wat minder weer is. Dus het komt helemaal goed.
Dit is de Leidse thuisbasis van het Janssen-vaccin, midden in het Bioscience Park. En dat levert een trotse wethouder op. Al 35 jaar geleden is er gekozen om medicijnontwikkeling hier centraal te stellen. En vooral bedrijvigheid te creëren en onderzoek om mensen gezond te houden. Ja, daar kan je heel veel PR-campagnes voor houden. Maar op het moment dat het over een vaccin gaat waar de hele wereld op wacht, ja, daar kan geen campagne tegenop. En iedereen weet nu dat in Leiden wordt ontwikkeld. Meerdere partners in het park werken mee aan het vaccin. En dat samenwerken is volgens de Stichting Leiden Bioscience Park sowieso de kracht van het park. De samenwerking tussen al deze partners, daar ben ik wel echt heel erg trots op. Want dat leidt tot innovatie, dat leidt tot versnelling, dat leidt tot dynamiek. Het park lijkt misschien niks met de gewone Leidenaar te maken te hebben, maar 12% van de beroepsbevolking werkt hier. Alleen al 10.000 Leidenaren werken hier achter mij op het Leiden Bioscience Park. We willen hier naar 25.000 banen groeien. En ja, wat mij betreft mag elke Leidenaar daar trots op zijn. Voor ons laat iedereen maar komen. Onderzoekers, internationaal talent, bedrijven, iedereen is meer dan welkom. Aan de Oostgeesterkant van het park wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een pand voor startende ondernemers. Dit bedrijf is speciaal bedoeld voor startende bedrijven. Bedrijfjes die echt nog wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, waar de huur wat lager is. En die allerlei ondersteuning krijgen op het gebied van het ondernemerschap. Het park breidt dus uit. Maar die groei levert een behoorlijke druk op de woningmarkt en de bereikbaarheid van Leiden. We hebben een uitdaging om die groei ook in goede banen te leiden. En dat doen we op dit park door van het park van een klassiek bedrijventerrein echt naar een innovatiedistrict te gaan. Echt een stadswijk waar ook wordt gewoond, waar winkels komen, waar horeca is. En waar je ook lekker even een stukje in het groen kan lopen om een beetje te ontspannen. We zijn bezig met de bereikbaarheid. En over 2 maanden gaan we hier achter mij beginnen met het vergroenen van de hardlijn in het gebied. Dat betekent ruimbaan voor de fiets en voor het openbaar vervoer, om te zorgen dat ook de bedrijven zelf bereikbaar blijven. Nou, het is eigenlijk wel een hele bijzondere gebeurtenis, want door dat ene lintje is alle aandacht voor die ene persoon die geridderd wordt, in dit geval mevrouw Vink. Nel Vink ontving dit jaar als enige inwoner van Zoeterwoude een lintje. Burgemeester Fred van Tricht legt uit waarom hij de feestelijkheden over 2 dagen verspreidde. Dit jaar mocht je er een hele week over doen. En dus wij hadden het eigenlijk gepland voor vandaag. Maar toen werd bekend dat de namen landelijk al eerder bekendgemaakt werden. Dus afgelopen maandag heb ik haar verrast. Dat was ook echt een verrassing voor haar. En we hebben afgesproken dat we dan vandaag de overhandiging zouden doen. En dat hebben we in de raadzaal gedaan met een klein gezelschap, een klein gedeelte familie erbij. En wat ik zeg, alle aandacht voor mevrouw Vink. En die verdiende ze ook, want als je de lijst ziet van activiteiten die zij vrijwillig heeft uitgevoerd de afgelopen 25, 30, 40 jaar, die is echt enorm. Kunt u wat hoogtepunten noemen? Nou ja, ze maakt deel uit van het legendarische duo Nel en Nel, die bij SJZ heel veel hebben gedaan op de vrijdagavond voor de trimmers en voor de klaverjassers. Ik moet even goed herinneren. Ze heeft mantelzorg, iets heel anders, maar mantelzorger is ze geweest voor haar buurvrouw heel lang. En daarnaast heeft ze ook het voor dameschilden en voor de zonnebloem. Nou ja, dat is echt enorm, zo'n lijst.